Hey, en welkom weer bij een gloednieuwe video. En ik heb vandaag een hele bijzondere video voor je. Ik heb heel Think and Grow Rich meerdere malen gelezen de afgelopen jaren, sinds 2020. En ik heb dit boek eigenlijk gekocht toen ik nog werkte bij de Albert Heijn en eigenlijk een boekenbon kreeg elk jaar. Dit is echt het eerste boek wat mij richting ondernemerschap heeft geduwd en mij echt de ogen heeft geopend van dat er ook een ander leven mogelijk is. En hopelijk is dat ook voor jou. Ik heb de Nederlandse versie van Michael Pilarczyk geschreven. Nou, ik heb dus een paar keer gelezen en elke keer haal ik daar weer nieuwe dingen uit. En heb ik dus ook dingen onderstreept. En heb ik zelfs vandaag een hele presentatie voor je gemaakt over de meest valuable dingen uit dit boek. Zodat jij dit boek, ik raad je aan om het nog steeds wel te kopen en te lezen. Maar stel je voor, je hebt de financiële middelen niet om dat te doen. Dan kan je deze video alsnog bekijken en alsnog de valuable lessen eruit halen. En uren aan leestijd besparen, wat echt geweldig is. En ja, laten we er gelijk induiken. Succes is uiteindelijk het resultaat van de manier waarop je denkt. Nou, dit boek is geschreven door Michael Pilarczyk, een van mijn favoriete schrijvers in Nederland. Ik heb hier ook meerdere boeken, zoals Je bent zoals je denkt van hem en Master Your Mindset, maar daar gaat het nu even niet om. Je wordt wat je gelooft en niet wat je hoopt, wat je wenst of wat je wilt. En dat is een hele belangrijke, want geloof is zo ontzettend belangrijk. Want als je gelooft dat iets wel waar is, dan is het zo. En geloof je dat het niet waar is, dan is het zo. En je wordt waar je diep van binnen echt van overtuigd bent. En do what you love and love what you do. En dat is eigenlijk een hele goede quote die nu past bij mijn eigen leven en hoe ik zelf dingen voor me zie. Dus ja, mijn passie is echt ondernemers verder helpen. Beginnende ondernemers uit de red race laten ontsnappen. Dat je ontslag kan nemen bij je baan, et cetera. Of dat je je business kan opschalen en echt ja, je eigen leven daarin kan leiden. En investeren in jezelf is uiteindelijk de beste investering die je kan doen. En ja, er komen gewoon heel veel clichés in dat soort boeken, maar ja, een wijs man zei ooit, als er clichés worden genoemd, dan is dat het moment waarop je dus moet opletten. I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Een quote van William Ernest Helyu. If you cannot do great things, do small things in a great way. Dus als je geen grote dingen op het moment kan doen, doe dan een paar dingen of kleine dingen zo goed mogelijk. En elk succes en alle verdiende rijkdommen vinden hun oorsprong in een idee. En zonder ideeën was dat succes er daarnaast ook nooit. Dus kijk of je ideeën hebt die al bestaan en bewezen zijn. En kijk of je daarop kan kapitaliseren en kan inspelen op de trends in de markt. Nou, en de eerste stap op weg naar rijkdom. En dat is verlangen. Je hebt een brandend verlangen naar succes nodig. Burn your ships, wat vaak werd gezegd. Nou, hoe ik mijn ships heb geburnt. Ik heb uiteindelijk gestopt bij 9 tot 5, een veilige 9 tot 5, waar ik 2000 euro per maand verdiende. En de eerste keer dat ik 2k winst per maand verdiende aan mijn eigen dropship business, ben ik gelijk gestopt en al ingegaan. Grappige side note story, daarna ben ik ook een maand naar Marbella gegaan met een paar ondernemers, wat ook super tof was. En daarnaast had ik eigenlijk ook nog een andere baan geregeld voor 3 dagen. Dus mijn mindset was eigenlijk eerst van, we gaan naar 5 dagen werk voor 2000, ging ik naar 3 dagen voor 3000 in een andere omgeving. En uiteindelijk heb ik dat dus niet gedaan en gewoon burn your ships en gewoon al in gegaan om mijn eigen business. En dat was echt de beste keuze. Het was wel spannend, maar ik raad het je aan om ja, dat risico uiteindelijk ook te nemen. Een gecalculeerd risico. Nou, hoe kan je dus van je verlangen naar je financiële rijkdom gaan? Je wilt exact het bedrag bepalen dat je verlangt. Nou, voor mij is dat momenteel bijvoorbeeld 40.000 euro per maand verdienen met mijn coaching business, exclusief BTW. En bepaal exact wat je ervoor over hebt om ruil in dat geldbedrag te ontvangen. Nou, meerdere dingen voor over, 5 man personeel voor mijn coaching business, et cetera. Organische marketing, dingen die ik kan verbeteren, dingen die ik als mens kan verbeteren. Klantinterviews doen, zo goed mogelijk resultaten halen voor mijn klanten, et cetera. Et cetera, et cetera. Bepaal de datum waarop je het wilt verkrijgen. Nou, ik neem deze video op momenteel tweede kerstdag, dinsdag 26 december, maar deze komt echt pas uit in september 2024. En dan hoop ik dat bedrag al lang gehaald te hebben, eerlijk gezegd. En ja, toevallig kleine side note, elk jaar doe ik met mijn moeder, hebben we een kerstbal en daar doen we dus een soort wensen in. En daarin ga ik dus bijvoorbeeld opschrijven 100k omzet per maand met mijn coaching business in dat geval. En met e-com heb ik dat al bereikt, maar met coaching nog niet. En dat is iets wat ik graag wil doen. Niet per se voor het geld, maar op de persoon die ik daarvoor ga worden. De skills die ik daarvoor ga ontwikkelen. En ook voor het geld, eerlijk gezegd. Daar is het ook voor. Stel een concreet en duidelijk plan op om je verlangen om te zetten in de werkelijkheid. Dus hoe ga je dat doen? Ja, ik heb daar dus zelf een heel plan voor. En dat is ook iets wat jij wil gaan doen. Schrijf een heldere, beklopte verklaring met daarin de hoeveelheid geld die je wilt verkrijgen in de tijdslimiet waarbinnen je dat bedrag wilt realiseren. Bepaal wat je bereid bent te doen en wat je ervoor bereid bent te laten in ruil voor het ontvangen van het verlangde geldbedrag. En beschrijf het plan waarmee je het geld bij elkaar gaat verzamelen. 5 is eigenlijk een opstapeling van de
vorige vier in dat geval. En deze lees je schriftelijke verklaring twee keer per dag hardop op. In de ochtend wanneer je wakker wordt en in de avond wanneer je gaat slapen. Nou, eerlijk gezegd is dit iets laatste, nummer 6, waar ik mee gestruggeld heb en niet heb toegepast. Dus nu ik deze weer opneem voor jullie, zou het hypocriet zijn als ik dat zelf niet ga toepassen. En ga ik dat zeker ook weer voor mezelf toepassen om sneller mijn doelen te behalen. Stap 2, geloof en overtuiging. Geloof is uiteindelijk de belangrijkste alchemist van je geest. Geloof, liefde en seks zijn de drie krachtigste en meest invloedrijke positieve emoties. De combinatie van deze drie emoties stelt onze mind in staat direct contact te maken met de weg voor oneindige intelligentie. Sommige mensen noemen het God, sommige noemen het oneindige intelligentie. Iedereen heeft dus een benaming voor, maar een externe kracht. Stap 2. De overtuiging van ons geloof is het eeuwige elixir dat onze gedachten levendigheid en daadkracht geeft. Een rijkdom begint met de gedachte. Dus het gaat erom de manier hoe je denkt. Gaan we naar stap 3. Autosuggestie. En programmeer je onderbewustzijn door inbeelding, zie en voel het eindresultaat. En dan kan ik je wel iets vertellen wat ik deed toen ik nog bij mijn 9 tot 5 werkte. Ik had allemaal overtuigingen van dat ik sterk was, dat ik 10.000 euro's per maand verdien zoals ik dat ik nu doe. En gewoon dingen die ik graag wilde, dat ik de wereld ging rondreizen. En ik geloofde dat helemaal niet. Maar ik heb dat gewoon een half jaar elke dag voorgelezen nadat ik thuis kwam van werk. En op een gegeven moment ben je het gaan geloven en ga je het in je realiteit spreken. Dus let op wat je opschrijft, dan de grote kans dat het gaat uitkomen als je dit toepast. Wat je natuurlijk uiteindelijk wil. Stap 4, specialistische kennis. En alleen toegepaste kennis heeft waarde. Er zijn dus twee soorten kennis, algemene en specialistische kennis. Nou, van algemene kennis word je niet rijk en die leer je dus op de middelbare school bijvoorbeeld. En specialistische wel dus. Word zo goed mogelijk in één ding. En dat ben ik nu zelf ook mee bezig. Dus hoe kan ik nog beter worden als Shopify dropshipper, maar ook als Shopify dropshipper coach. Maar ook als bol.com verkoper en als bolcoach. En hoe kan ik mezelf nog meer verbeteren. En bijvoorbeeld misschien nog een andere marketplace skill gaan leren en die toepassen aan mijn programma. Dat zijn allemaal ideeën die ik heb en waar ik mezelf in beter maak. En gebruik de verzamelde kennis van een mastermind groep. Ik heb ook mijn eigen mastermind waar ik deel van uitmaak momenteel bij Bastiaan Slot. Volg ik momenteel coachingprogramma, maar voor mijn klanten, voor mijn coachingklanten die je eigen business hebben, heb ik ook een mastermind. En elk succes ontstaat uit een idee. En als je met elkaar spreekt, en dat heb ik ook met mijn team, is ook een soort mastermind. Als je calls met elkaar hebt, dan ja, krijg je gewoon andere ingeving die je normaal gesproken alleen niet zou hebben. De weg naar succes is de weg van jezelf uiteindelijk blijven ontwikkelen. Zowel succes als mislukking komt voort uit simpelweg gewoontes. Stap 5 is verbeeldingskracht. Wat denk je dat mogelijk is? De werkplaats van de mind. Alles wat je kunt inbeelden, kan je waarmaken. En dat zei Conor McGregor volgens mij ook. Anything that you can see or think up there is possible in real life. Iets in die trend. Maar in ieder geval zoek die quote misschien even op na deze video. Nou, je hebt dus twee vormen van verbeeldingskracht. Synthetische samengestelde verbeeldingskracht en creatieve verbeeldingskracht. Ik zal je even de twee verschillen uitleggen. Synthetische is door je ervaring, door je opleiding, door dingen die je hebt meegemaakt in het leven. Creatieve is echt in contact staan met die oneindige intelligentie. En dat is niet wat je vaak hebt, dat contact met die oneindige intelligentie of die ingevingen. En wat zou je doen met een miljoen? En misschien is dit wel het moment om deze video op pauze te zetten. En wat zou ik met een miljoen euro doen? Dat is ook een vraag die ik me gisteren weer heb afgesteld in bed. En wat ik daar precies mee zou gaan doen. En rijkdom is uiteindelijk niet het resultaat van toeval of geluk. Het is niet zo dat je op de een of andere dag opeens rijk wordt. Tenzij je opeens een crypto pump hebt gecatcht. Maar dat is ook weer een manier van, hey, je zag een kans, je zag een trend. En daar heb je ook weer op ingespeeld. Stap 6, gestructureerde planning. Nou, veel van mijn vrienden lachen me uit hoe gestructureerd mijn planning is in mijn agenda. En ja, hoe ik mijn leven eigenlijk plan en mijn tijdsmanagement. Omdat tijd eigenlijk de allerbelangrijkste valuta is die je hebt. Nog een stuk belangrijker dan geld in mijn mening. En ja, hoe kan je dus het verlangen omzetten in het resultaat? En je wil dus contact gaan zoeken met zoveel mogelijk mensen die nodig zijn om je plan op te stellen en uit te voeren. Nou, inventariseer welke beloningen voordelen je aan deze leden kan bieden. Dat heb ik dus ook gedaan met mijn teamleden. Van hey, ja, je wilt bij mij komen werken, maar wat kan ik jou bieden bijvoorbeeld? 2 keer per week met je mastermind groep afspreken. Nou, dat doe ik dus. Ik doe bewust 1 teammeeting met mijn personeel, met mijn team. En ik doe ook nog 1-op-1 meeting sinds kort die ik wekelijks toepas. Dus ik zie mijn team eigenlijk 3-4 keer in de week. Het hoeft niet lang te duren, maar gewoon even kort babbelen van hey, hoe staat het mee? Wat zijn de planning? Hoe kunnen we ons gewenste resultaat behalen? En de volmaakte harmonie tussen jezelf en elk lid van de mastermind groep. Ik heb nu bijvoorbeeld 1 iemand die gaat het team verlaten, omdat hij niet de tijd erin steekt. Ja, die ik ervan verlang. En dan gaat het ook trekken en dan gaat het dan andere teamleden irriteren. En dan is het beter dat je je eigen weg gaat. Nou, stap 6. Succes is uiteindelijk ook doorgaan tot lukt. Dat zijn de belangrijkste eigenschappen van effectief leiderschap. Standvastige moed hebben, zelfbeheersing, een scherp gevoel voor rechtvaardigheid.
ondubbelzinnige besluitvaardigheid, snel kunnen beslissen, vast om blijde plannen, de gewoonte om meer te doen dan waarvoor je betaald bent, een hele belangrijke, zodat de klanten tevreden zijn, aangename persoonlijkheid, sympathie en begrip, oog voor detail, samenwerking en de bereidheid om volledige verantwoordelijkheid te nemen in het leven. En wat zijn nou de 10 belangrijkste oorzaken van falend leiderschap? Het onvermogen om details uit te werken, de onwil om eenvoudig werk te kunnen doen, de verwachting betaald te worden voor hun kennis, de angst van hun concurrentie en zijn vervolg is een hele gevaarlijke, gebrek aan verbeeldingskracht, egoïsme, ego is the enemy, onmatigheid, gebrek aan loyaliteit, dus dat het alleen maar om jezelf gaat, en benadrukken van de eigen autoriteit en leiderschap, hoe goed jij eigenlijk wel bent, en de nadruk leggen op de titel. En wat zijn nou de 30 belangrijkste oorzaken van mislukking? Ook die heb ik allemaal opgeschreven uit het boek. Ongunstige erfelijke achtergrond, gebrek aan een vast omlijnd levensdoel, gebrek aan ambitie, gebrek aan opleiding, gebrek aan zelfdiscipline, slechte gezondheid. Ongunstige omgevingsfactoren, dus welke omgeving, cruciaal. Uitstel, gebrek aan doorzettingsvermogen. Negatieve persoonlijkheid, geen controle over seksuele behoeftes. Onbeheerst belangen naar iets voor niets. Gebrek aan besluitvaardigheid, één of meer van de 6 basisangsten. De verkeerde partner kiezen in het leven, overdreven voorzichtigheid. Verkeerde zakelijke partners en bijgeloof en vooroordeel. Verkeerde beroepskeuze, gebrek aan specialisatie, focus. De gewoonte om geld over de bank te smijten, gebrek aan enthousiasme, onverdraagzaamheid, onmatigheid, niet kunnen samenwerken, bezit van macht die niet op eigen kracht is verkregen. Een hele erge opzettelijke oneerlijkheid, egoïsme en ijdelheid en vermoeden in plaats van nadenken en een gebrek aan kapitaal. Nou, wat is uiteindelijk de 7e stap? We kunnen heel snel doorheen gaan, maar ik wil deze video zo valuable mogelijk maken voor jou als dat ik kan. En een gebrek aan besluitvaardigheid is een van de belangrijkste oorzaken van mislukking. Uitstelgedrag is iets wat je moet overwinnen, want als je aan het uitstellen bent, ja, daar komt er niks van terecht en dan neem je geen actie. Nou, wat is de volgende stap? Stap 8, doorzettingsvermogen. Dat is cruciaal om verlangen om te zetten in resultaat. Elke mislukking is een kans en elke mislukking, zo zie je het niet eens, is een stapje dichter bij succes. En doorzettingsvermogen is uiteindelijk een mindset. Wat zullen anderen ervan denken dat je dit gaat doen? Dat moet je echt helemaal niet uitmaken. Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar je komt er pas achter als je erachter komt. Nou, stap 8 voor volharding. Hoe ontwikkel je dit doorzettingsvermogen? Kies een vast omlijnd doel dat wordt gesteund door een brandend verlangen voor jou. Stel een vast omlijnd plan en onderneem daarop actie. Sluit je mind af voor negatieve en ontmoedigende omstandigheden en investeer in een prettige relatie met één of meer mensen om dit doel te gaan behalen. Stap 9. Wat is dan de kracht van deze mastermind? Energie is essentieel om succesvol te worden en om geld te verdienen. Energie is ook noodzakelijk om geld te verdienen en kracht is noodzakelijk voor het behouden van het geld nadat het verdiend is. Krachten bundelen is iets wat je uiteindelijk samen sterker maakt en dat heb ik echt geleerd het afgelopen jaar. Stap 10. De wonderlijke transformatie van seksuele energie. De emotie van seks bezit positieve en zinvolle eigenschappen. De voortplanting van de mensheid, het onderhouden van een goede gezondheid en de transformatie van middelmatigheid tot genialiteit. Mensen die grote successen hebben, hadden goed ontwikkelde seksuele eigenschappen en beschikten over de vaardigheid om seksuele energie om te zetten ten behoeve van hun andere einddoelen. Mannen die grote kapitaal hebben verdiend en veel erkenning hebben gekregen en worden gedreven door de invloed van een vrouw in hun leven. Stap 10. 10 stimuli voor de mind. Nou, het verlangen je dus naar liefde, een brandend verlangen naar roem, macht of geld, muziek, hechte vriendschappen, mastermind groep, gezamenlijk lijden, autosuggestie, angst en als laatste drugs en alcohol. Stap 10. Een genie is het resultaat van 6 zintuigen. En die komen uiteindelijk uit de oneindige intelligentie. Je onderbewustzijn uit de mind van iemand anders en uit het onderbewustzijn van iemand anders. Moet er even eentje terug, denk ik. Juist. Stap 10. Maak van jezelf uiteindelijk een genie. Jij bent een genie. En de uitvinder stimuleert zijn of haar geest met één of meerdere prikkels. De uitvinder concentreert zich vervolgens op de bekende factoren van de uitvinding. En succes zie je vaak bij mensen dus pas na het 40ste levensjaar, omdat ze zich dan pas echt als mens gaan gebruiken. En ik maak dit soort video's zodat je voor je 40ste levensjaar dat kan begrijpen en ja, dat resultaat kan behalen. Stap 10. Hoe kan je dus energie overbrengen? Met de handdruk, met de stem, met de lichaamshouding, met gedachten, vibraties en door kleding en stijl. Niet te onderschatten. Stap 11. Het onderbewustzijn is altijd actief. En door creatieve visualisatie op je doel, schrijf je je doel op helder en concreet op papier. En die haal je dagelijks. Dan zie je het voor je en gedraag je alsof je dat doel al hebt behaald om het te kunnen behalen. Waar komen je gedachten vandaan? Is dat je eigen onderbewustzijn, het bewustzijn van andere mensen, het onderbewustzijn van andere mensen of de oneindige intelligentie? Maak uiteindelijk gebruik van positieve emoties, want ja, je kan dus kiezen voor negatieve emoties of positieve en waarom zou je dan voor de negatieve kiezen? Stap 12 is het brein. De grootste krachten in het leven zijn ongrijpbaar. Dat zijn de kracht van gedachten. Stap 13, weer het 6e zintuig en laat je inspireren door grote geesten, mindset opbouwen door autosuggestie en het geheime genootschap daarvan. Nou,
Ik probeer verder te klikken, maar dat is alweer de laatste slide. Ik wil je super bedanken voor het kijken naar deze video over Thinking Grow Rich. Ik hoop dat je dit boek gaat kopen. Ik zal misschien nog wel een linkje hieronder zetten waar je het boek dus kan kopen. Bijvoorbeeld op bol.com verdien ik helemaal niks aan, maar dat wil ik best voor je doen. Ik maak het je zo gemakkelijk mogelijk. Ik heb een 15 minuten video vandaag voor je opgenomen hierover. Ik hoop dat je daar super veel aan hebt. En zoals altijd, ciao ciao.